Dit verhaal gaat over een boom die aan de waterkant staat. En dat deze boom hier is geplant, dat heeft zo zijn redenen. Er zijn volgens mij twee redenen waarom bomen wortels hebben. En de eerste is om ze vast te zetten in de grond. En de tweede is om voedingsstoffen te vervoeren. En hier groeien de wortels naar boven. Vreemd. En de grond is keihard. Het lijkt wel alsof hier een hele plaat hout onder zit. De moerascypress kan groeien op plaatsen die kunnen overstromen met water. En dan staan de wortels dus onder water. Deze wortels heten kniewortel, ademwortel of pneumatofoor. De kniewortels kunnen zuurstof opnemen en dat doorgeven aan dieperliggende wortels. Kijk, hier lopen mensen overheen. En deze wortels zijn afgesleten. Een moerascypress verliest zijn naalden en heeft een prachtige herfstkleur. Er is nog iets waaraan je kunt zien dat deze boom een moerasboom is. De stam loopt breed uit en heeft onderaan hele diepe groeven. En daardoor staat hij stabieler. Deze cypress is dus bewust langs de waterkant gezet, zo'n 150 jaar geleden. En dat is tijd genoeg om kniewortels te maken. Ken jij een boom die langs de waterkant zou moeten staan om goed tot zijn recht te komen?